Nou. Deze video wordt een poetsvideo, poetsroutine video. Ik begin altijd met poetsen met de rosborstel. Waarom? Omdat je hier mijn mooie lekkere haren mee los krijgt en het soort vel. En dit is voor paarden vaak een massage. Rover vindt dit ook altijd heel erg lekker. Zeker de laatste tijd. En nu het warm is, is het gewoon lekker als die haren een beetje al gaan loslaten. En paarden kunnen hier altijd heel erg van genieten. Dat bedoel ik dus, alle haren vliegen alle kanten op hier. Ik vind poetsen overigens altijd belangrijk dat je kan er de band met je paard mee versterken. Het is voor een paard ook gewoon ontspanning. Dus ja. Dus dat. En Rover vindt het vaak wel lekker. Even een beetje masseren. Soms vindt het bij zijn hoofd ook wel lekker. Zeker als je daar jeuk op al spaart. Is het lekker als iemand je even daar een beetje kriebelt. Als je kunt zien, vindt Rover heel lekker. Nou, als je daar spaart jeuk hebt en je komt er niet zelf bij, dus het is erg prettig. Onderlipje helemaal hangen, dan doet hij heerlijk. Lekker hè jongen. Dus ja. Lekker. Rover vindt het altijd heel erg lekker. Ik ga vaak naar de rosborstel met de harde borstel. Hiermee haal je de wat losse haren eigenlijk mee weg. En met zand en zo. Dat doe ik vaak daarna. Ja, de poets altijd prettig om te doen. Waarom? Ja, je neemt gewoon tijd voor je paard. En poetsen moet ook niet gaan graas zijn. Je moet er gewoon echt de tijd voor nemen. En het is ook gewoon een stukje ontspanning. En dat geven de paarden je ook weer terug later. En met het warme weer moet je ook niet te veel willen doen. Je mag wel iets doen natuurlijk. Paarden ook, dat is goed. Maar het moet een beetje in mate. Dat is voor het paard ook wel fijn. Dat ze nu niet op het heetst van de middag waar werk laten doen, tenzij ze natuurlijk na goed afspuiten, maar dat is ook niet altijd goed. De benen wel en zo. Ja. Nou, ik doe vaak de harde borstel ook voor de staart en voor de manen. Waarom? Omdat als je met een gewone harenborstel doet, noem ik het maar even, kan je de haren eruit trekken. Daardoor kunnen ze dus, kan de staart of het haar van de staart wel afbreken en dan heeft het eigenlijk zijn functie niet meer. Nou, dat is niet wat we willen hebben natuurlijk. Sommige mensen doen het net als met de harde. En ik zelf nu ook, nu ik weet dat je anders de haren kapot kan maken. Ondertussen hou ik even Tommy in de gaten. Ik wil niet snel te praten. Dus ja, ik doe hier inderdaad altijd de harde borstel. Nou, als volgt doe je dan de zachte borstel, ik vaak. Ja, hiermee haal je de laatste restanten zand eigenlijk weg. En ja, ik vind het altijd fijn om gewoon een open gezicht mee te nemen. Niet elk paard vindt dit trouwens fijn, dat verschilt per paard natuurlijk. Rover vindt het niet erg, Tommy houdt er niet altijd van. Maar ja, ze zijn paarden dus heel verschillend en nou, het is op zich niet erg. Ik vind het zelf het wel fijn om te poetsen, want paarden hebben heel gauw door wanneer je er tijd voor hebt of wanneer niet. Nou, vandaag gewoon alle tijd. En ja, het is heerlijk weer, dus weet je wel.
Je moet voor je paard ook alle tijd hebben, vind ik. Anders is het gewoon niet eerlijk naar het dier toe. Dus ik doe eigenlijk al eerst standaard de ros, harde, zachte. En daarna vaak de hoevengrabber. Dat soort dingetjes. Dat is eigenlijk niet heel erg schokkend, maar... Ach ja. Dus... Ik moet een beetje snel. Nou, tot slot heb je dan de hoevenkrabber. Hiermee verwijder je dus steentjes als die in de hoef zitten. De modder verwijder je eruit. En het is gewoon goed om na te checken. Want als je op buitenrit bent geweest en je hebt bijvoorbeeld over een schelpenpad gelopen. Of over een pad met grit met al die steentjes. Kan het wel eens gebeuren dat er een heel klein steentje in de hoef kan zitten. Maar dat hele kleine steentje kan dan net genoeg zijn om je paard dus kreupel te laten lopen. Omdat het steentje eigenlijk heel erg irriteert. Nou, je hebt verschillende manieren van... de hoeven uitkrabben en laat ik het zo zeggen van het been optillen. Oh, je hebt de gewone manier. Is dat je het gewoon draagt? Moet je erover? En dat kan je zo doen. Dus dan schrap je hem eigenlijk gewoon helemaal uit. Altijd met de stramming naar beneden. En bij de draagwand altijd een beetje voorzichtig doen. Maar dit neem ik wel vaak mee. Gewoon om te controleren of er dan geen rare dingen zitten. En met een borsteltje kan je dan het overige zand weghalen. En kijken of het al te fel weg is. En dat is de eerste manier. Maar je hebt ook nog een manier dat je de hoef... tussen je benen kan doen, laat maar zeggen. Zo verlicht je het een beetje voor je rug. En is dat wat draaglijker. Ik moet daar alleen nog persoonlijk zelf heel erg aan wennen. Maar dat is ook nog een manier. Dus ja. Nou, ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke video vonden. Ja, dit is eigenlijk altijd een soort van mijn standaard poetsroutine. Bij mijn eigen poetspullen heb ik dan nog het extra dingetje zitten. Vaak doe ik ook nog even de ogen na checken. Maar ja, dat is niet altijd nodig, soms wel. En ik hoop dat jullie dit wat vonden. Vond je het een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. En vergeet niet mijn kanaal Autistiek Borst te abonneren. Tot de volgende keer!